Aris Leeuwarden en Almere Sailors wonnen allebei 2 wedstrijden en verloren er 12, waardoor zij in de staart van de competitie te vinden zijn. De laatste overwinning van Aris is een tijd geleden. Dat was hier in Kalverdijkje, u raadt het al, tegen Almere Sailors. Kunnen ze dat stukje herhalen? Tim Hoeven raakt daar die bal kwijt. Daar komt de eerste score voor Almere. Lombardi. Balletje op Brandsma. Osepa kan hem niet tegenhouden. Uitstekend gedaan door Reine Brandsma. Richmond. Aris dat inderdaad goed begon. Na 2 minuten 7-0 voorstond. Maar ziet Almere dus weer terugkomen in de wedstrijd. Bijna 4 minuten onderweg in kwart 2. Daar de poging van Hoeven. Oh, weer heerlijk zeg over Eamon Joyce heen. Atletisch van Koopmans. Prachtig doorgespeeld van Koopmans. Tormen Tunjan. Lombardi over het screen heen van Dima Kopelos met zijn 2,18 meter en uitstekende handen. En daar dan Hoeksem. 78-63. 15 punten nog voor Aris. De Martelaren. Hoeven. Richmond tegenover hem. Drietje, ja, daar werd het weer tijd voor. Shoot of Tim Hoeven. Cedric de Dekker. 3 minuutjes, 20 punten voordeel voor Aris. Op weg dus naar zijn derde zege. Rijn de Brandsma. Ja, die speelt ook heerlijk kapot hoor. En bij Almere Sailors is nog wel het werk te verrichten. En dan eindigt deze wedstrijd in een 90-72 overwinning voor Aris Leeuwarden. Dat uiteindelijk weer weet wat winnen is. Zijn derde overwinning van het seizoen. Zet Almere Sailors op 2 punten onder zich.